Welkom in Tielt voor de TAC Rally, de derde manche van het Belgisch Rallykampioenschap 2015. En de tenoren van het BRC worden verrast door zware regenval net voor de start van de eerste chronorit. En dat betekent dat ze met de verkeerde banden onderweg moeten. Chris Prinsen, die had harde sliks laten monteren op zijn Peugeot 208 en dat was niet echt de beste keuze. Plus links naar voren, 60 rechts 18 koord. Plus links 12 naar voren. Koord wordt 80 rechts 17 koord en kiezel. Freddy Loijks ook vertrokken op sliks, maar wel de zachte soort. En die gaven net iets meer temperatuur, net iets meer grip ook. En dat betekent dat Loijks 13 seconden had in de eerste proef. Op links 80 licht couperen voor duur. Rechts af vol, op wordt 100. Links sluit 82 plus couperen aan paal. Links sluit 82 plus couperen aan paal. 100. Even links borduur, op wordt 25. Rechts 33 couperen en rechts. Rechts 33 couperen en rechts. 100, top af. Goede start dus voor Loijks en ook Michiel Becks niet slecht gestart met zijn Fiesta R5. Eerste keer in Tielt voor Becks, toch zevende na die eerste proef. Goed resultaat voor de Nederlander. Minder goede start daarentegen voor Vincent Verschuren. Tweede remzone van de eerste proef en Verschuren glijdt de gracht in, kan met de hulp van de toeschouwers toch opnieuw onderweg geraken, maar verliest bijna 3 minuten. En dat betekent uiteraard in een rally als die van Tielt dat je podiumkansen al meteen mag opbergen. Bovendien bleven de problemen duren bij Verschuren, want ook in de volgende proeven ontbrak het zijn Citroën DS3 wat aan grip. En hij werd zelfs ingehaald door Bert Cornelis. Bert Cornelis, die zijn debuut maakte met de Fiesta R5 en die dat alles behalve slecht deed, moest hier inderdaad wel Verschuren weten in te halen. Maar Cornelis die lag zesde na de eerste proef en dat opende inderdaad perspectieven. Marcel Grote daarentegen, die nam niet zo'n goede start, maar hij was tenminste van de partij. Andere Citroën-rijders waren dat niet. Pieter Tjoen die gaf verstek omdat hij niet tevreden was met zijn resultaten. En Cédric Chérin, hem ontbrak het aan budget. Patrick Snijers met de Porsche onderweg op de gladde wegen. En dan is het niet evident om de power van die krachtige machine op de grond te krijgen natuurlijk. Wordt rechts rem voor rechts 45. En links 40 opent. 70, links 75 en afvalt. En 200 T links 40 voor Paul. Snijers die toch een minuut verloor in die openingsproef. Maar die vast van plan was om dat nadien goed te maken. Nog een spectaculaire Porsche, die van Jochen Klaarhout. Maar Klaarhout die zou in die openingsfase hard van de baan gaan. Wagen helemaal vernield. Gelukkig voor Klaarhout kwam hij daar zonder kleerscheuren vanaf. Maar het was dus einde wedstrijd voor Klaarhout. En Tim van Parijs die had wel een betere bandenkeuze gemaakt. Wist meteen een goede tijd neer te zetten. En zat in de top 5 algemeen. Al had hij het ook niet echt makkelijk om die pk's aan de grond te krijgen. Snijers onmiddellijk in de tegenaanval dan, na die wat tegenvallende openingsproef. Maar toen ging de versnellingsbak kapot. Oh, het is niet waar, hè. 100 links 80 afval. 70 top en rem. Allee. Het is dran. Wordt kapot. Oh man, allee. Toch niet. Links 45. Rechts 50. Godverdomme. Duidelijk niet echt happy dus. Patrick Snijers en ook Vincent Verschuren niet blij, want de problemen met zijn Citroën DS3 die bleven maar duren. Thank you.
Verschuren, die tot de 63e plaats was gezakt, wist nog wel plaatsen te winnen, maar echt snel ging het niet. Je hebt niet de beste ochtend gehad. Dat is nog een understatement. Ja, de tweede remzone zijn we direct rechtuit gegaan. Het was super glad, ik had niks van gevoel in de remzone. En we hebben meer dan 2 minuten vastgezeten. Dus daar werd nog geluk gehad dat we eruit geraakt zijn eigenlijk. En die problemen heb je ook in de daaropvolgende proeven aangesleept? Well, ja, ik heb niks van tractie, ik heb niks van grip in de remzone. Het is gewoon rijden op eieren. Ik ben blij dat ik nu aan de service ben. Misschien gaat het in de tweede lus beter. Kevin de Maarschalk die had een goede bandenkeuze gemaakt voor de eerste proeven, maar toen het begon op te drogen, verloor hij wat tijd. Hoe is deze ochtend voor jou verlopen? Ja, niet slecht. Het had iets beter gekund. We zijn vertrokken met mixbanden deze morgen. En voor de eerste KP was al geannuleerd voor ons. Dus in de tweede hebben we nog een goede tijd kunnen doen. Maar dan vanaf de derde werd het droger. En dan hadden we meer de beste bandenkeuze. Dus we gaan het zien dat we ze kunnen veranderen nu voor de volgende 4 proeven. De Maarschalk toch nog 10e na de openingslus. En Tim van Parijs die lag op een 7e plaats met zijn Porsche. Eerste van de GT-wagens. Goed start dus voor Van Parijs. Ook een goede start voor Michiel Becks, die heel tevreden was over de eerste lus. Hoe is de ochtend verlopen? Ja, voorlopig goed. We hebben nu 4 proeven achter de rug. Ja, het asfalt is hier, ja, dat wisten we, dat was bekend van tevoren. Dat was glad of heel glad, maar het is goed voor de adrenaline. En daar komen we tenslotte hiervoor om die kwijt te raken, dus dat is wel gelukt. En een droomstart bijna voor Bert Cornelis en co-rijder Matthijs de Baken. Met een Fiesta R5 op een mooie 4e plaats. Dan moest hij hier even Bertrand Groot inhalen. Die eerste keer durfde Cornelis misschien niet in het gaatje te duiken. Maar gelukkig ging Groot dan bij het volgende kruispunt aan de kant. Zodanig dat Cornelis niet meer tijd verloor. De eerste keer met de Ford Fiesta R5. Hoe is de kennismaking verlopen? Goed. Op de zeedan was het al goed tempo, maar zonder risico's en droog weer. Vanmorgen zat ik er een beetje mee in de regen en tielde zo al gladder. Zeg ik van, ik ga geen risico pakken, maar de tijden zijn goed, dus ik denk, het is leuk. Wat is de ambitie? Ambitie? Ik ben een start zonder ambitie. Nu heb ik al een klein beetje ambitie, maar ga ik er nog niet uitspreken. Het is nog een lange koers. De verkeerde bandenkeuze van Prinsen, die betaalde hier de hele eerste lus lang. Dat betekende dat Prinsen pas 3e lag. We hadden harde sliks gekozen, dus met zachte sliks gaat het misschien nog een klein beetje gaan, maar met harde sliks dan begonnen werk. Dus we hadden echt gegokt dat ging droog liggen en op dat moment, dus eigenlijk vanaf start van KP1 wisten we al dat schadebeperkingen gingen zijn. Prinsen derde, want op de tweede plaats Andy Lefevere. De verrassing van deze wedstrijd, je staat tweede. Ja, we zijn content. We hebben de wagen een goede setup kunnen geven. Tielt gaan we natuurlijk goed, we hebben hier gewonnen in 2005. Het parcours is voor ons geen probleem hier. Maar ik verschiet er toch ook van dat we zo voorhand zijn, want we hebben ook al een paar kleine benzinedrukprobleempjes gehad. Anders is het allemaal in orde. We gaan verder doen op dit eiland. 25 seconden voor Lefevere dan. Freddy Loix, die zijn beproefde tactiek nog maar eens heeft toegepast. Heel hard, heel snel starten en dan de wedstrijd controleren. En wordt 100, links 62 plus, couperen borduur. Links 62 plus, couperen borduur. En 50 links. Loix dus duidelijk aan de leiding. 4 ritten gereden en ja, eigenlijk kunnen we stellen dat de koers gereden is. Ja, maar we hebben gewoon een goede bandenkeuze gemaakt. Ik moet zeggen, we hadden op de... We wisten dat we vanaf proef 3-4 kans was dat er regen zou komen en we hebben gekozen voor zachte sliks. Al vanaf de eerste KP wisten we dat we goed zaten. Loix dus aan de leiding van de Tachrally met 25 seconden voorsprong op Lefevere. Dan Prinsen op 3, Cornelis op 4 en Langenakens met de Mitsubishi op 5. Tweede lus van die 4 proeven, 4 identieke proeven. Het is 4 keer dezelfde lus daar in Tielt. Iets drogere omstandigheden. Vincent Verschuren, bij hem gaat het ondertussen wat beter, want ze zijn erachter gekomen wat de problemen waren in die openingslus.
Wat was het probleem nu in de eerste rit? Wel, blijkbaar in de start van de eerste proef moet ik een voorste cardana afgetrokken hebben. En ja, daardoor dat ik ook die remzone gemist heb, want het voorste dief helpt niet meer om te remmen. Tuurlijk, ja, ik heb enorm veel tijd verloren en de auto was gewoon onbestuurbaar. En nu is de auto goed en de tijden zijn ook goed, maar ja, het is een beetje laat nu om alles nog goed te maken natuurlijk. Schuur die nog alles op alles zal zetten om zoveel mogelijk plaatsen te winnen. De strijd in R3 dan tussen Guillaume Dillet en Kevin de Maarschalk. Die begint uit te draaien in het voordeel van de Maarschalk die hard aanvalt in deze tweede lus van vier proeven. Maarschalk die halverwege de wedstrijd 7 seconden voorsprong heeft op Dillet. 10 algemeen ook de Maarschalk net achter deze spectaculaire Toby van den Bergen. Jonas Langenakens met de Mitsubishi. Heel veel pech gekend in zijn meest recente wedstrijden, maar het lijkt nu goed te gaan voor Langenakens van Parijs ondertussen een plaatsje hoger. 7e algemeen, eerste GT. Alles verloopt naar wens voor jou? Alles verloopt naar wens, ja, zeker weten. Het was jammer deze morgen met, dat het echt effectief zeer glad was. Was voor iedereen uiteraard. Maar op de eerste proef ja, zijn we gestopt voor Jochen, die het toch redelijk zwaar afgegaan was. En we waren allemaal een beetje van ons melk en ja, we hebben de proef afgereden, was geneutraliseerd uiteraard. En dan daarna in de regen en zo, we hadden niet echt veel vertrouwen. Maar nu, deze boekel was een droog weer en ja, de pauze is toch inderdaad gemaakt voor een droog weer te rijden. Dus alles verloopt goed. Van Parijs tevreden, ook Michiel Becks nog steeds tevreden. Nog steeds ervaring aan het opdoen op de Belgische rallywegen. En ondertussen ook wel veel fun belevend, want het is goed voor Becks daar met zijn Fiesta R5 zit. Nog net achter Bert Cornelis. Die net zijn ambities niet wilde vertellen. Maar misschien hoopt hij stilletjes op een podiumplaats. Dat kan nog altijd. Ligt op een vierde positie. Chris Prinsen die ligt nog steeds derde, maar die komt steeds dichter bij die tweede positie. Tweede plaats is bijna binnen handbereik. Ja, het is half koers. Ik weet het niet. Misschien wel. De vraag is natuurlijk wat het weer nu gaat doen. Er vallen weer een paar druppels. Nu moeten banden kiezen voor de volgende vier speciaals. Ja, dat is niet gemakkelijk, hè. Het verschil tussen Prinsen en deze Andy de Vevre is 7 seconden. Dus die tweede plaats ligt ondertussen er nog wel in voor Prinsen. Freddy Loijks die heeft zijn voorsprong ondertussen uitgebouwd tot 39 seconden, want hij blijft hard doorfietsen. Koperen opent. Rechts 112 koperen, links 110 koperen. En Noordsporen links 80 koperen. Opent. 100. Rechts af vol. 150. Doe je nu op je dode gemakje verder of hoe pak je het aan? Nee, ik denk dat het veel te vroeg is om op het gemak door te rijden. We zijn nog pas midden wedstrijd en ik denk dat ik zo stijf ritme gelijk deze morgen ga doorrijden tot de laatste boekel en dan zullen we wel zien. Loijks die dus hard blijft doorgaan. Nog steeds aan de leiding voor Lefevre, dan Prinsen. Cornelis nog steeds op 4 en dan Michiel. Dat was het einde van het eerste deel. Graag tot na de pauze. Welkom terug in Tielt voor de TAC-rally, de derde manche van het Belgisch rallykampioenschap. Freddy Loijks ligt halverwege de rally duidelijk aan de leiding. Maar we gaan ons even toeleggen op de juniors. Andy De Wallef die leidt R1 en ligt tweede in de juniors. Maar omdat hij zijn klasse leidt, kan hij belangrijke punten scoren. Net zoals Polle Geuses, die ook algemeen junior aan de leiding ligt. Toby van den Bergen die leidt de M-Cup met zijn BMW 130, staat ook in de top 10 algemeen. En tweede in die M-Cup is Frankie Boula met zijn spectaculaire BMW M3. Vincent Verschuren is ondertussen hard aan het doorduwen om toch maar te proberen nog punten te scoren. Lag 63ste op een gegeven moment. En ligt nu met nog 4 proeven te gaan in deze TAC-rally al op een 17e plaats. Opdracht is nog altijd zo hoog mogelijk proberen te eindigen. Ja, zeker. Ik ben blij dat het gestopt is met regenen, want daarjuist was voor de eerste keer met de nieuwe slicks in de regen. Was niet makkelijk, maar ik was toch verrast dat het toch vrij aardig lukt. En ja, nu gaat het droog blijven, dus ik hoop dat ik nog een paar plaatjes kan opschuiven. Kevin de Maarschalk die heeft het duel in R3 met Guillaume Dillet ondertussen in zijn voordeel beslist.
Ja, momenteel gaat alles goed. Vanmorgen hadden we wat problemen met een slechte bandenkeuze, maar ik denk dat iedereen was zo'n beetje gesukkeld heeft. En nu na de afstelling ook wat veranderd, was veel beter. En we hebben aangevallen nu de drie laatste KP's en die heeft een foutje gemaakt. Dus we hebben 40 seconden voor en 7 algemeen, dus proberen dat te houden. Net voor de maarschalk Tim van Parijs, nog steeds in de leiding in GT met zijn spectaculaire Porsche. En Jonas Langenakens zit algemeen nog een plaatje hoger. Het lijkt nog eens te lukken voor Langenakens hier in Tielt. Een goed resultaat zou een hart onder de riem betekenen. Michiel Becks die blijft gewoon aan zijn tempo doorrijden en dat is voldoende om de vijfde plaats te bezetten. Daar zal de Nederlander best tevreden mee zijn. Bert Cornelis die hoopte misschien op een podium, maar foutjes zoals deze maakten dat eigenlijk onmogelijk. Met nog 4 proeven te gaan heeft Cornelis nu 45 seconden achterstand op de man op de derde plaats. Dat wordt dus moeilijk. En de man op de derde plaats, dat is ondertussen Andy Lefevre geworden. Hij heeft een plaatsje verloren, maar desondanks toch nog altijd een schitterende rally voor Lefevre. Want Prinsen die ligt nu tweede, heeft de 4 proeven in deze derde lus gewonnen. Links 24. Beetje couperen. Open lange naar vol. Prinsen die nog 36 seconden achterstand heeft op Loix. Mag ik zeggen, opdracht volbracht. Je bent nu tweede. Nu controleren en punten pakken. Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Natuurlijk, controleren het is altijd hetzelfde. De proeven liggen er toch niet echt gemakkelijk bij. Zeker de vorige boeken met de verse regen was het weer heel verraderlijk, heel glad. Dus ja, het gaat toch snel, hè? Het gaat inderdaad snel, ook nog voor Freddy Loix. Die nu misschien toch kan beginnen controleren met 36 seconden voorsprong en 1 lus van 4 proeven te gaan. Er zijn er die suggereren dat hij iets anders moet doen. Eigenlijk zorg je voor een saaie wedstrijd. Ja, sorry, hè. Ik kan er niet veel aan doen dat de eerste, zeg maar, de eerste boekel wat verkeerde bandenkeuzes maken en tegelijkertijd ook wat foutjes maken. En oké, voor ons tot nu toe is het een perfecte koers, dus het is een beetje hetzelfde scenario dan Spa. We vertrekken snel, maken geen fouten in slechte omstandigheden. En dan, ja, dan is het gewoon uitrijden. Gewoon uitrijden, maar met deze tussenstand is dat misschien nog niet helemaal mogelijk. Loix dus voor Prinsen, dan Lefevre, Cornelis en Becks. De laatste lus van 4 proeven dan in Tielt. En Tielt was ook een marge van het Belgian Historic Championship. Pole Litaar leek op weg naar een goed resultaat met zijn Ford Escort tot de motor van zijn machine het begaf. En dat betekende dat DJ van Wijnsbergen een plaatsje kon winnen. Maar van Wijnsbergen, die in tegenstelling tot wat voor de rally werd gedacht, niet voor de overwinning kon gaan, want hij werd geklopt door Dirk Vermeers met zijn Sierra. Vermeers die een minuut straftijd pakte in het begin van de rally. En die minuut die kwam hij aan het eind tekort om deze man te kloppen. Stefan Stoef, mooi spectaculair met zijn Porsche. En ook 9e algemeen, een schitterende rally dus voor Stoef. Bij de juniors ging de zege in R1 en de belangrijke punten die daaraan verbonden zijn opnieuw naar Andy De Wallef. En dat betekent dat De Wallef zelfs derde staat in de algemene rangschikking van het Belgisch rallykampioenschap. Winnaars bij de juniors waren Pollo Geuses, zijn broer als co-rijder, foutloze rally gereden, de Geusesbroeders. En Jonas Langenakens die werd helaas niet beloond voor zijn inspanningen, want de krachtbron van zijn Mitsubishi die ging net voor het eindstuk. Opgave dus voor Langenakens. En dat betekende dat Verschuren in Extremis toch nog een plaatsje wist te winnen. 10e algemeen finishte en nog een paar puntjes pakte. Maar het had veel beter kunnen zijn uiteraard zonder die pech in de eerste proeven. Kevin de Maarschalk misschien een wat mindere bandenkeuze gemaakt in de openingslust. Daarna een foutloze wedstrijd gereden. Verdient dus klassewinnaar in R3. En ook 8e algemeen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Toby van den Bergen, eerst in de M-Cup en 7e algemeen. Heeft de toeschouwers ook erg vermaakt met zijn BMW 130. Net zoals Timothy van Parijs met co-rijder Kurt Hendricks en hun Porsche 997 GT3. Altijd een plezier om deze wagen over 's lands rallywegen te zien razen. Mooie 6e plaats voor Van Parijs, mooie 5e plaats ook voor Michiel Becks en Sander van Barschot.
moeten ze nog een klein beetje leren om supersnel te gaan op Belgisch rallies wegen. Bert Cornelis, debuut van de Fiesta R5 voor Cornelis. Een vierde plaats, daar zal hij best tevreden mee zijn, denk ik. En ook met deze podiumplaats voor Andy Lefevre zal Lefevre tevreden zijn. Samen met Andy van Geluwe, zijn co-rijder, een goede start genomen. Van een plaatsje verloren, maar toch nog een goed resultaat voor het Mitsubishi-duo. Chris Prinsen, die weet de eerste plaats in de tussenstand van het Belgisch rallykampioenschap vast te houden. Ondanks die slechte bandenkeuze in de aanvangsfase. Toch nog tweede gefinished. Zal misschien een beetje ontgoocheld zijn, maar heeft gered wat er te redden viel. Freddy Loix met die beproefde tactiek in de moeilijke omstandigheden. Snel gaan, het verschil maken en dan de wedstrijd controleren. Tweede opeenvolgende zege voor de Limburger. Ik denk dat wij samen met het team deze morgen de juiste bandenkeuze hebben gemaakt. Vanaf de eerste vier proeven. En nadien hebben we eigenlijk geen fouten gemaakt. Sterk doorgereden en altijd een cijfer afstand gehouden van de tweede. En nu in het kampioenschap kom je weer een beetje dichter bij Prinsen? Ja, dat was de bedoeling eigenlijk. Hè. Dus we zijn nu weer een stapje dichter bij de eerste plaats. Maar ik weet dat er nog heel hard gaat moeten gevochten worden voordat we er zijn. Realistische Loix die dus won voor Prinsen, dan Lefevre, Cornelis op 4 en Pex op 5. En dit is de tussenstand in het Belgisch kampioenschap. Prinsen heeft 8 punten voorsprong op Loix, dan volgt de klassewinnaars die de wel heeft. En Cherin is 5e. Tweede opeenvolgende overwinning dus voor Loix. Toch nog 8 punten achterstand op Prinsen. Dat kan hij misschien goed maken bij de volgende manche, de Rally de Wallonie. En er was ook nog een junior award in Tielt en die ging deze keer naar Andy De Wallef. Andy De Wallef, c'est ton premier. Andy De Wallef, dit was jouw eerste deelname hier in Tielt. Hoe is het gelopen? Ja, het kwam er echt op aan om de tak te leren kennen, want dit was onze eerste keer inderdaad dat we hier aan de start stonden. We moesten voorzichtig blijven, moesten echt aan de finish geraken. Het was onze belangrijkste doelervaring op doen. Het resultaat was een beetje onverhoopt, maar... Maar we hebben echt alles gedaan om aan de finish te geraken. En met jouw Renault Twingo, de kleinste wagen van het startveld, sta je ook duidelijk op kop bij de juniors. Ja, we hebben alles op de regelmaat gezet en dat loont blijkbaar. Dus ja, echt goed voor ons. Dat was het vanuit Tielt. Graag tot de volgende keer.